Go! De eerste etappe van de Energiewachttour deed gisteravond de stad aan. Het is een vijfdaagse koers voor de top van het vrouwenwielrennen. De eerste etappe was een ploegentijdrit van Groningen naar Haren en weer terug. Na nog 3 dagen in de provincie wordt de Tour afgesloten op het Duitse waddeneiland Borkum. De wedstrijd in Groningen met de finish op de Vismarkt werd gewonnen door het Boels Dolman Cycling Team.